Je kijkt helemaal uit over de Maas. De Euromast zie je dan en ja, weet je. Het is voor mij echt het ultieme Rotterdamse gevoel. Hotel New York viert op 5 mei hun 25-jarig jubileum. Dit wordt onder andere gevierd met een expositie in Museum Rotterdam. Ellen kwam bijna 21 jaar geleden in dienst als medewerker schoonmaak. Binnen een jaar was ze leidinggevende en binnen 2 jaar werd ze hoofd van de afdeling. Waarom ik zo graag bij Hotel New York wilde werken? Ik had hier wel eens feest meegemaakt. Als kind al vond ik dat gewoon een geweldige plek. Heel erg in beweging ook. Voor Kevin startte zijn loopbaan bij Hotel New York 16 jaar geleden als bijbaan naast zijn studie. Ik ben hier gebleven omdat er veel doorgroeimogelijkheden waren. Dat heeft altijd gezorgd dat er voldoende uitdaging voor me was. Ik wilde graag meer. Ik heb daar flink tegen wat schenen geschopt, misschien zo nu en dan. Maar uiteindelijk heeft dat wel opgeleverd dat ik nu de F&B-manager ben van dit restaurant en de zalen. En ja, dat vind ik toch wel heel mooi. Vindt u het goed als ik de hapjes reeds door laat komen van de afternoon tea? Dat, bent u daar reeds aan toe? Ja, we hebben een hele lange wandeling achter. Dus u heeft goed schrik. Nou, dan ga ik ervoor zorgen dat het snel aankomt. Ellen heeft 1 favoriete kamer in het hotel. Ik vind dit de mooiste kamer, omdat ik vind het interieur sowieso erg leuk. Ik hou van 60s, 70s stijl en het heeft een terrasje. Nou, dit is zeg maar de living. Een lekker bankstel, 2 prachtige gispenstoelen, leuke kleuren. Ellen heeft zelf ook wel eens een nachtje doorgebracht in haar favoriete kamer. Dus dan word jij een keertje bediend. Ja, ik hoef mijn eigen bed dan ook niet op te maken hoor. Ja. Dit is kamer 101. Dat is ook een van mijn favoriete kamers. Nou, blijkbaar vinden velen met ons dit een bijzondere kamer. Want zelfs Anouk, iedereen wel bekend denk ik, heeft hier haar album Hotel New York opgenomen. Als je daar die 2 raamtafeltjes wil indekken daarvoor, dan gaan we gewoon met het afternoon-tea-kaartje naartoe lopen. Ja. Even uitleggen dat ze ook een koffie kunnen krijgen. Ja. En dan eigenlijk gewoon de afternoon-tea doorsturen. Het leukste bij het werk aan Hotel New York is dat geen één dag hetzelfde is. De ene dag zit ik toch nog achter de computer en de andere dag sta ik in de keuken, in de afwas. Het blijft gewoon heel divers gebeuren. Wat maakt het zo leuk om hier te werken? Nou, geen één dag is hier hetzelfde. En het is natuurlijk een groot gebouw waar een hotel van is gemaakt. En ook een spannend gebouw met veel hoekjes, trapjes, verborgen luikjes. Je kan hier met je zakenrelatie komen, met je oma of met je kinderen of wat dan ook. En ja, dat maakt het ook gewoon heel erg leuk.